Het is weer tijd voor Henk in de keuken. Goedemorgen beste mensen, goedemorgen. Het is weer tijd voor Henk in de keuken. Zoals ik al zei, het is vandaag dinsdag. Dinsdag 10 mei 2022 en de krantjes zijn weer rond. Het uur U voor S-team, oftewel Steam. Vanavond staat Steam in de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival. De concurrentie is divers. Onder meer de Noorse wolven, rechtsboven, maar hier kijk. Of de gedroomde winnaar Oekraïne, midden. Niet vanwege het liedje, maar wel vanwege de oorlogssituatie. Nou, ik kan er donder op zeggen dat meneer met het roosgebreide mutsje gaat winnen. Iedereen zal op Oekraïne 12 points. Oekraïne 12 points. Ja, dat is een voor de hand liggende, scenario. En de Griekse outsider Amanda met de lange witte jurk. Nou, het Songfestival. Ik geloof niet dat Rusland meedoet. Anders zouden ze zero points krijgen, denk ik zomaar eens. Op de dag van de overwinning in Rusland is president Vladimir Poetin voor zijn doen opvallend timide in zijn speech. Ik heb de speech niet gehoord. Het Songfestival, minder is altijd meer. Ja, er staan alle Nederlandse inzenden in met de treintjes scheurjurk en Ilse's bloemen en Lenny's rode galajurk en Johan's veren tooi, Vissel Sissel op blote voeten. Duncan gewoon in jeans en wat doet Duncan die wind? Yes, minder is altijd meer. Less is more. Ja, we zoeken naar leuk nieuws. Kijk, hier hebben we dan die de parade in Rusland met al die tanks en die militairen en die vlaggetjes en al die medailles. Het is een padstelling staat hier, het front tussen de Russen en de Oekraïners. Hij draagt het portret van zijn vader. Jullie vechten voor de veiligheid van ons moederland, zegt hij. Het is geopolitiek. Plantje pik. Ah, kijk. Mary is te koop. Mary Monroe was voor velen een onbereikbare droomvrouw, maar ook als kunstobject is ze voor niet iedereen weggelegd. Het schilderij van kunstenaar Andy Warhol gaat naar verwachting zo'n 200 miljoen opbrengen. Als de koper werkelijk dat bedrag wil betalen, is dat een record. Nooit eerder werd zo'n astronomisch bedrag neergeteld voor 20e eeuwse kunst. Het portret van Marilyn Monroe is een van de beroemdste kunstwerken van Andy Warhol. Het gaat om een zeefdruk, gewoon een zeefdruk dus. Hè? Getiteld Shot Sage Blue Marilyn. Shot Sage. Shot Sage Blue Marilyn. De veiling wordt gehouden in Christie's in New York. Geldermalsen in shock. Het is weer een drama. Ja jongens, drama's genoeg in de krant. Noord-Ierland wil geen oude mannen meer aan het roer. Ja. De kapitein moet toch een oude man zijn. Ja, nou ja. Het krantje zomaar eens een beetje doorbladeren.
Het Songfestival dus. Kan, ja. Oké, okay, dus het Waterloo Bos, dat is vlak bij ons. Dat is een prachtig stukje natuur. Het wordt geen woonwijk, maar een zonnepark. En waarom is dat zo'n mooie natuur? Ja, er zijn allemaal van die sluisjes en waterweggetjes gebouwd. En er is gewoon even 20 jaar, 25 jaar helemaal niks aan gedaan. Minimaal. En dat is prachtig gaan verweren. De natuur heeft het overgenomen en dat is echt een heel mooi stukje polderland. Nou, dit was weer Henk in de keuken. Hè? Met het Songfestival S10, het UU. Het is maar nog maar de halve finale, maar de dag van de overwinning van Rusland. Salk en Luttenburg zijn schoolvoorbeelden van leefbaarheid waar het wel snor zit. Het zit er wel snor. Nou, ik zou zeggen, toedeledokie tot morgen mensen.